Hallo, kijk zo niet meteen. Ik ben Mark en ik ben er vandaag weer met Prison Architect. Vorige aflevering zijn we hier gebleven, waarbij we nu een behoorlijk goede gevangenis hebben. Volgens mij hebben we de vorige aflevering ook een bovenkwekerij geregeld. Dus dat is nu ook helemaal klaar. Ik ga even kijken wat we nu gaan doen, want ik wil sowieso nog een cellenblok gaan bouwen, maar daar hebben we op het moment nog helemaal geen geld voor. Dus daar moeten we eventjes op wachten. Of we moeten erop wachten. Nou, sowieso op wachten, maar dat zien we dan wel weer wanneer we ooit dat hebben, hoop ik. Ik moet ook even kijken welke kamers we nog niet hebben, wat ik nog misschien wil maken. Ik zie dat ik een postkamer, winkel, bibliotheek nog niet heb. Een opslag zou ook handig zijn. Slaapzaal ga ik niet doen. En dat is alles. Oké. Dus dat is eigenlijk nog niet zoveel meer. Dus dat scheelt. Maar even kijken. Wat jij nog aan het doen? Oké. Even zien. Je zit met logistiek. Even kijken, programma's. Geen tijdslot voor dagroosten. Oh ja, omdat het aangepast is natuurlijk. Is dat alles? Ja. Twee dat er voltooid, twee geïnteresseerd, nog geïnteresseerd in de houtbewerkingsstage, basisonderwijs. Dat is wel heel prima. Algemeen onderwijs dan nog niet, dat is wel logisch. Dagstherapie. Oké, dat is mooi. Oh ja, daar heb je weer een groepsruimte voor nodig, dat is waar. Die groepsruimte is bij mij helemaal gebukt. Ik vraag pas hoe, maar hey, sure. Om dit te kopen heb ik 8750 money nodig. Dat is al best wel wat. Mijn subsidies. Dat doe je nog even. Ik kan natuurlijk ook een leiding aannemen, maar dat ga ik niet doen. Even zien. 37 gevangenen komen in aanmerking van vroeg te vrijlaten. Oké. Positief. Eventjes mooi douchen. Oh ja, ik wou sowieso de wapenkamer in de kennel nog wat uitbreiden, maar dat wordt op het moment nog niet. Vanwege dat we niet genoeg inkomsten hebben om dat allemaal te kunnen regelen. Dit mooi nu eventjes doen, want dat scheelt dan ook wel weer een bult. Oké, dit. Dat helemaal zo. Dat extra cellenblok die zal er nog wel bij kunnen horen.
dat zal wel betekenen dat die veilige omheining ook weer aan moeten passen. Maar dat kan er daarna altijd nog wel eventjes. Op zich nog niet echt op een moment nodig. Vangen die binnenkort vrijkomen. Dat is mooi. Ik wil in ieder geval één gedeelte van de celblok erbij hebben. Als we dat hebben, dan is dat prima. Oké, hij kan er wel wat metaaldetectors aan. Dan zetten we gewoon alvast mooi de avond erin neer. Dat was niet nodig. Ik denk nog maar eens even een grondonderzoek gaan doen. Ook zien of er toevallig nog tunnels zijn gegraven. En zo te zien wel ja. Almost. Build it. Een ingang hebben ze toch wel, dus dat scheelt. Deze muur de keuken van even slopen en deze deur die mag ook wel even weg. Dat er daar ook nog eentje zat. Zet ik daar gewoon nog wel zijn neuren neer. Zo, nu hebben ze dat ook.
ook alvast even de leiding hier planten, denk ik. Zo, zo. Ik had deze gewoon hier mooi aangesloten worden. $4,530. Dat is nog wel een beetje veel geld. Dat is zeker veel geld. Daar is op zich niet echt eentje nodig, vind ik. Let's zien hoeveel gevangenen kan ik dan eigenlijk op de Bijbel. 30 cellen. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Oké, dan zijn er dus nog net niet genoeg. Maar dan gaan we mooi de volgende aflevering doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer je kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.